wie zijn die Thijssen? Ja. Langharig tuig. Nee, ik hou van muziek. En ik schrijf liedjes. En ik zing af en toe. Dat is in grote lijnen wat ik doe. Maar wie ik ben, ja, daar ben ik nog steeds niet achter. Ik denk dat ik toch een keer met een psychiater moet gaan praten. Nou, het was een heel leuk programma om mee te doen. Ik vond de kandidaten leuk. Al die mensen die er omheen liepen, wie je hielpen. Hele leuke ervaring. Ik ben blij dat ik meegedaan heb. Ik ben nog veel blijer dat ik er gewonnen heb, want dat had ik totaal niet verwacht. Ja, voor de rest heeft het toch een bepaald... is het iets op je lijstje wat je hebt gedaan waar je trots op mag zijn? Nou, die komt uit Engeland. Ze is op het top Engels. Ze heeft heel aparte humor. En ja, de manier van hoe zij Nederlands praat na al die jaren is af en toe zo komisch dat ik dat echt niet verbeter. Maar dat ik dan extra vraag van wat zei je nou ook alweer? Omdat het dan zo komisch is hoe ze dan bepaalde dingen zegt. En het is een schat van een mens. Anders hadden we het ook geen 23 jaar uitgehouden. Schrijven is voor mij therapie. Ik schrijf hoofdzakelijk heel veel dingen van me af, omdat ik dat kwijt wil. Het wordt wel steeds minder. Ik schrijf meer met het gevoel van dat het ook zin moet hebben. Vroeger schreef ik ontzettend veel, waar ik helemaal niks mee kon. Maar op een gegeven moment lukte bepaalde dingen ook wel dat het inderdaad wat commerciëler was. En dan ga je met een andere bezinning af en toe ga je dus te werk. En het is mooi als je dan op een gegeven moment ook nog iets wat je duidelijk wil maken, wat je dwars zit of wat iets wat er in je speelt, dat het ook nog een commerciële waarde krijgt. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Ik ken mensen die van Nederlandstalige muziek houden, die begrijpen eerder het verschil van tussen Marco Borsato en Frans Bauer. De meeste mensen die niet van Nederlandstalige muziek houden, die scheren alles over één kam. De productie klopt precies, de arrangementen zijn goed, de liedjes zijn goed. Dus dat kun je niet allemaal onder één kam scheren van het zijn levensliederen, het is Nederlands en daarom luister ik daar niet naar. Dat is natuurlijk niet helemaal een objectieve manier van kijken daarna. Ja, André Hazes sowieso wel. André was een groot voorbeeld nog steeds. Ja, want daar ben ik achter gekomen. Als je een liedje maakt van André en je laat het iemand anders zingen, dat is zo'n groot verschil met hoe André het zingt. Dus zijn stem en zijn manier van zingen heeft wel te degen te maken met het succes wat hij heeft gehad en wat hij nog steeds heeft. Nou, ik wil nog graag theater in en dat wordt steeds moeilijker nu, omdat het nog met de corona nog steeds weer niet weet hoe dat afloopt. Ik wil nog graag een gouden plaat voor mezelf proberen te krijgen. Ik heb genoeg gouden platen van andere mensen, maar nu wil ik proberen eentje voor mezelf krijgen. En ik wil dus het album afmaken en misschien nog hierna één album voor mezelf en dan wil ik alleen nog maar schrijven. Probeer alle problemen die je krijgt te zien als even als een gelijkheid van de momenten weer waar je gelukkig kunt zijn. Gelukkig zijn kan ook niet altijd. Verdrietig zijn ben je ook niet altijd. Als je geluk ervaart en dan denk je van het gaat niet over, dan zit je dan mis. Als je verdriet ervaart, denk van eeuwig lang duurt, dan heb je het ook mis, want dat zijn ook momenten.